Hooglandreis is een goed alternatief voor commerciële reisbouw, gezien de steeds veranderende klimatologische omstandigheden en internationale ontwikkelingen. Het telen van hooglandreis is een decennia lange traditie bij de Marrons in Suriname. Deze rijssoort en aardvruchten vormen de voornaamste voedselbron in het achterland. Bij de samenleving van de Pikinrio en Gran Rio, in het boven Suriname, oftewel Samaka-gebied, ligt het authentieke traditionele dorp Jumu. Jeanette Pansa maakt deel uit van de lokale gemeenschap en gaat in op het teelt van hooglandrijst. Ma panza tien ko dao.